Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Het is op veel plaatsen bewolkt en dat zeker boven Centraal-Europa. Met name boven Duitsland ligt een dik pak met bewolking waaruit soms ook wat lichte regen valt. Op sommige plaatsen, zoals in Winterberg bijvoorbeeld, valt zelfs wat lichte sneeuw. En ook in de Ardennen werd het vanmorgen wit. Als ik alles in beweging zet dan is te zien dat ook Nederland echt onder de dikke wolken zit. Een gebied met regen trekt over het midden en oosten van het land verder zuidwaarts. Maar vanuit het noordwesten komen er ook geleidelijk steeds meer opklaringen onze kant op. Het is wel koud, want als we kijken naar de huidige maximumtemperaturen hooguit een graad of 6, 7. En onder de regen is het zelfs maar een graad of 3. En bij een matige wind uit het noordoosten voelt het zelfs aan alsof de temperatuur onder het vriespunt ligt. En dat is lang geleden, lang geleden, want nu is de winterjas dus echt nodig. Vanavond wordt het dan geleidelijk droog en het klaart op steeds meer plaatsen op. De temperatuur die daalt dan vrij snel. Mogelijk halverwege de avond in het noordoosten al ligt de vorst. En op andere plaatsen ligt de temperatuur zo tussen 0 en 3 graden. Vannacht koelt het dan verder af. In het noordelijk kustgebied blijft een enkele bui mogelijk. En op plaatsen waar de temperatuur laag genoeg is. Kan er dus ook wat winterse neerslag vallen? Dus mogelijk dat het morgen vroeg kortstondig eventjes op een enkel plekje wit is. De temperatuur daalt op de koudste plaatsen naar lokaal min 4 graden. En er ontstaat mist. En daar kan met name morgen vroeg het verkeer toch wel enige tijd last van hebben. Morgen is het dan al net als vandaag fris, maar schijnt de zon wel vaker. In de kustgebieden valt een enkele bui en in het binnenland is het bijna overal droog. De temperatuur in het binnenland rond een graad of 4. En aan zee loopt de temperatuur niet verder op dan een graad of 6 à 7. De zuiden tot zuidoostenwind is morgen zwak of matig, dus voor het gevoel is het in elk geval niet zo koud als vandaag. De komende dagen blijft het wisselvallig, met eigenlijk elke dag wel wat regen of buien. Woensdag wordt de koudste dag met dan lokaal maximum temperaturen van een graad of 3 in het noordoosten. Maar vanaf donderdag dan komt de zachtere lucht alweer dichterbij en lopen de temperaturen vooral smiddags een stuk op, naar een mogelijk 10 graden weer op komende vrijdag. Het is wel overwegend bewolkt eigenlijk elke dag en dan pas op vrijdag gaan we de zon weer wat vaker zien. De wind die is meestal matig, draait geleidelijk naar het zuidwesten. Maar in de nachten is de wind meestal zwak en in de nacht met een aantal opklaringen kan het nog makkelijk op veel plaatsen tot vorst komen. Ook in de pluim is te zien dat de komende dagen nog vrij fris worden met woensdag de koudste dag van de week. Vanaf donderdag dan loopt het kwik weer geleidelijk op, maar zoals je ziet, de kans op nachtvorst die blijft aanwezig. De verwachting is eigenlijk vanaf donderdag heel erg onzeker, maar het heeft er alle schijn van dat het zeker overdag een stuk zachter gaat worden. Mijn naam is Wilfred Jansen van Weerplaza.nl.